Hey mensen van de Gamekanaal, mijn naam is Nick en vandaag gaan we weer verder met Five Island Survival. Alleen dit is een hele harde faal, want ik had gerecord en het geluid had niet opgenomen van mijn microfoon. Dus vandaar dat we het even zo doen. Hoi, wat kan ik zeggen? Als allereerst, sorry voor het niet uploaden van video's, omdat ik heel druk ben met school. En dat ik druk ben met school heeft te maken met, ik moet dus een evenement organiseren en daar gaat heel veel tijd in zitten, laat ik het zo zeggen. De tijd dat ik erin moet steken, dat is serieus gewoon bijna elke dag. En elke dag dat ik vrij heb, dan denk ik van oké, nu wil ik eventjes voor mezelf even gewoon rustig ontspannen, even relaxen, zonder wat te doen. En dat heb ik de afgelopen weken eigenlijk niet echt gehad. Of dat ik het wel had, maar dan ga ik liever naar mijn vriendin toe dan dat ik naar naar YouTube ga, wou ik zeggen. Nee, dat ik bezig ben met recorden. Wat ik dus wil zeggen is, sorry daarvoor, het evenement, jullie weten waarschijnlijk niet hoe dat allemaal gaat. Een evenement, jullie zullen denken, oké, er wordt een keer wat aangekondigd van, hey, kom hier en daar, hier en daar is dit en dit. Neem bijvoorbeeld First Look. First Look is ook een evenement en je zult denken, oké, er moeten mensen worden uitgenodigd, die worden uitgenodigd om daar te komen. En dan, naar alle games even regelen. Nou, ik kan jullie zeggen, nadat First Look is afgelopen, begint het gelijk alweer met het regelen voor volgend jaar. En omdat Serious Request in Enschede is, en ik op Enschede in school zit, of op Enschede is, wauw Nick, lekkere zin. In Enschede op school zit, heb ik dus een soort van actie dat we moesten doen. We moesten dus een kerstmarkt, praatgebrek. Nee, wij moesten dus, hoe noem je dat, een evenement organiseren. En dat evenement is dus een kerstmarkt met mijn klein sub-evenement erbij. Is een fotoshoot met dieren en mensen tegelijk. Dus dat is waar ik de hele tijd mee bezig ben geweest. Ik moest fotograaf regelen, dat regelen, dit regelen, dat regelen. En daar gaat dus heel veel tijd in zitten. En dat dat is dus iets waar ik de hele tijd mee bezig ben geweest. En daardoor echt niet zoveel tijd heb gehad om video's te maken. Nogmaals, sorry daarvoor. Ik ga proberen, zodra het evenement is geweest en echt is afgelopen, om weer verder te gaan. En ja, dit was misschien wel een beetje een kut video, ik weet het. Maar het kan niet anders. Het kan wel anders. Maar ik heb gewoon niet zo heel veel tijd om te recorden. En ik dacht van, ik geef jullie even uitleggen waarom ik niet zoveel heb gerecord. Of laat staan waarom ik helemaal niet heb geüpload. En op mijn eigen kanaal ook eigenlijk helemaal niet. Dat komt ook, ik was ook nog een weekje weg geweest naar Friesland met school. En daar staat wel een video van op mijn kanaal. En dat heeft te maken, wij hebben met school een voortplantingsweek gehad, blablabla. En dat heeft dus maken niet met mens op mens seks, nee, maar met dieren. Wauw, dat klinkt ook zo vaag, dierenseks. Nou kijk, hier kwam ik dus wel achter. Oh ja, die challenge was ik moest die, hoe noem je dat gebouw, mijn boomhut afmaken. Of ja, hoe noemde jullie het? Een zwevend huis moest ik maken. Een huis in de lucht hier dichtbij. Dus daar ging ik nou mee verder. Maar om naar terug te komen, het was dus met paden en met koeien, waar we dus de hele week in de heen en weer, of hoe je dat wil zeggen, in Drachten was dat. Dus vandaar. En ik heb mijn recording speel dus niet bij me. En natuurlijk, daarnaast heb ik ook nog een bedrijfje lopen met een paar kameraden. Dus daar ben ik ook druk mee bezig geweest, omdat we nog in de opstartende fase zitten. Maar goed. Een beetje over de gameplay. Nou klinkt het echt als zo'n Call of Duty ding. Een beetje over de gameplay. Ik gebruik hier stone blocks met een iron pickaxe als secondary. Zoals je ziet gebruik ik de stone blocks hier op de andere stone blocks. Of de cobblestone blocks eigenlijk. Want cobblestone blocks zijn eigenlijk heel erg powerful op de in de lucht op de andere cobblestone blocks. Want zoals je ziet, ze blijven gewoon zweven terwijl je het aan de zijkant vastplakt. En dat is echt iets wat alleen cobblestone bricks kunnen. Omdat cobblestone bricks blocks, geen bricks, want bricks zijn er laatst volgens mij ook bijgekomen. Die zijn gewoon echt heel erg sterk. Dus die moet je eigenlijk gewoon helemaal niet onderschatten. Oké, what the fuck. Ja. Nee, maar wat kan ik nog meer vertellen? Ik kom gewoon binnenkort, kom ik gewoon weer terug. Na 21 december is alles afgelopen, dus dan kom ik weer terug met video's. Dan kun je weer heel veel van mij verwachten. En dat is eigenlijk een beetje alles wat ik te melden had, zo'n beetje. Ja, en dan hier verder was het dus met de gameplay van, waarom zeg ik gameplay? Dat is echt zo'n fucking Call of Duty-achtige commentary. Wauw.
Nee, maar hier was ik dus gewoon aan het bouwen met het huisje in Bournemouth. En ja, het is een beetje een kleine video. Maar ik hoop dat, ik denk van, ik heb tenminste iets. Ik laat even wat van me horen. En ja, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. De video gaat gewoon verder. Ik zet er even een leuk muziekje onder. En ik zie jullie allemaal de volgende keer weer, mensen. Hey, is het later!